Mijn naam is Marcus de Bie en mijn kunstenaarsnaam is GoMad. Ik heb hier het gesprek gehad ook met een aantal mensen van de gemeente en met de eigenaar uiteraard, met de dames van de Silo Art Tour. Die hebben een bepaalde input gegeven natuurlijk, een soort moodboard. Na het gesprek toen ik naar huis reed, en dat is toch 2,5 uur rijden bijna, dus toen had ik eigenlijk allerlei ideeën in mijn hoofd. Je zit met een ribbel, het is een damwand. En door de ribbel krijg je heel snel vervormingen. Je kan niet zo super gedetailleerd werken als wat ik eigenlijk normaal gewend ben. Ik probeer altijd wel met symboliek te werken in mijn muurschilderingen. Dus dat mensen niet direct zien wat het is, maar als ze langer kijken naar de muurschilderingen, iedere keer weer iets nieuws ontdekken. Dus heb ik bij deze muurschildering ook gekozen voor Bloemenmeisje. Dat laat zien de bloemencorso eigenlijk. Maar er zit ook bijvoorbeeld een kerkuil op een karrewiel. Vroeger het karrewiel is tegenwoordig eigenlijk de tractorband. En ze doen met de survival doen ze vaak ook dingen, zware dingen, sjouwen en duwen. En het wordt ook vaak met een tractorband gedaan. Dus die verwijzing zit er dan ook weer in. Door allerlei partijen samen te brengen is uiteindelijk de Silo Art Tour uit ontstaan. En vanuit de gemeente dragen we bij daaraan via de Vrije Tijdsagenda. Dat is het samenwerkingsverband tussen gemeenten op het gebied van toerisme en recreatie. En vanuit het Cultuur en Erfgoedpact. Je gaat kijken natuurlijk naar markante gebouwen in het landschap die een link hebben met het agrarische verleden. Dat was wel echt een van de uitgangspunten. En uiteindelijk de Vuurdoorn zijn we in gesprek geraakt met de eigenaar. En dat was hartstikke leuk, heel positief, die was enthousiast. Ik denk dat het een super mooie verbinding is. Dat laat zien dat je de vrije tijdssector heel goed kan verbinden met het agrarische gebeuren hier in de Achterhoek. Maar ook heel duidelijk de link met cultuur en erfgoed en de identiteit van de streek. En ik denk echt dat het die mengelmoes is. Die het gewoon een super geslaagd project maken.